Trainersvisie. Bert, nog twee finales. Ja, voor de competitie uh, een schitterend slot natuurlijk. Inderdaad, jij legt de nadruk uh, dat deed je zaterdag in de voorbeschouwing ook al... Uh, toen zei ik uh, één na laatste thuiswedstrijd. Ja, voor de competitie wel. Ja, we willen heel graag verder Piet natuurlijk. Dat is duidelijk. Uh, je zit heel dichtbij voor de nacompetitie. Ja, Wie gaat die fout maken? DVS of uh, Jong van der Dam? Ja, de woorden van uh, Kai Velda die, uh, kwamen wel uh, lekker binnen. hoor. Uh, poeh, wat een uh, overtuiging. Ja, uh, ja, we blinken uit in zelfvertrouwen op dit moment. En, uh, en, en dat zie je ook terug in het veld. We zijn erg overtuigd van hetgene wat we doen. Uh, maar daar goed, de, de, je moet goed opletten dat het niet uh, in een soort arrogantie of zo is. Maar het gevoel van we willen die prijs pakken, uh, die is heel sterk aanwezig. Over uh, arrogantie gesproken, er waren een paar momenten in de tweede helft. Uh, dat jij dacht: van... Uh, potverdorie, wat, ge, wat gebeurt er nu? Maar je staat met 3-0 voor. Maar dan, toen ging je toch eventjes in de. Um... Um, in, in de negatieve uh, uh, spiraal zitten, zeg maar. Ja, de spelers moeten gewoon goed beseffen. Het is 3-0, maar uh, je hebt die doelpunt ook keihard nodig voor, uh, voor de periodestand. En uh, kijk, do van Dovo kwam niet heel veel gevaar, maar wij waren zelf het gevaar. Domme gele kaarten, uh, ja, onduidelijkheid in het team, uh, fouten maken die niet mogen. Uh, daar hou ik gewoon niet van. Je, je staat 3-0 voor, dan mag je het publiek echt nog wel wat bieden. Dan mag je echt nog wel laten zien wat je in huis hebt. En uh, dit soort... Uh, ja, Momenten van die spelers, dat irriteert me mateloos, omdat je een wedstrijd 90 minuten lang uh, dat moet doen wat we afgesproken hebben. En ga gewoon het wiel niet uitvinden. Daar zijn nog zat uh, andere vriendschappelijke potjes voor om uh, jezelf erin te laten zien. Maar we zijn goed geworden door uh, afspraken na te komen. En, da en dat moet je doen tot aan de 90ste minuut. En uh, dan trek ik het slecht als mensen uh, het anders gaan doen. Ja. ja, en toch bleven er ook nog weer heel veel momenten over, waarbij je zomaar na 5-6-0 kan lopen. Want ja, zo'n ploeg uh, heb je uh, momenteel. Ja, dat is ook zo. Maar daarom moet je niet zorgen dat je door domme acties uh, Dovo weer in de wedstrijd gaat krijgen. En dat heb je tegen Sneek gezien, wat er dan kan gebeuren. En dat wil ik gewoon niet. En dat weten de spelers ook. En of het nou positief, kritisch of negatief ervaren wordt, het interesseert me niet zoveel. Ik ben er voor aangenomen om, uh, om ze daarop te wijzen. En uh, zij moeten hun werk daarin doen, net zoals dat ik dat doe. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk individueel heel veel in huis. En, en dat zie je natuurlijk op een gegeven moment ook. Volgens mij, de tweede helft: Benjamin is wel uh, drie keer voor de keeper geweest. Ja. En dat creëert hij dan gewoon zelf, hè? met werkelijk een grandioze actie. Hè? Ja, het is te hopen dat zijn vriendengroep uh, iedere wedstrijd bij ons langs de kant staat. Want uh, het was duidelijk dat dat een uh, positieve invloed op Benjamin had, ja. Het zijn wel hele mooie acties, hè? Ja, kijk, weet je, uh, uh, spelers voetballen voor zichzelf natuurlijk, uh, voor de club, voor het team. Maar je merkt altijd, als de familie en vrienden langs de kant staan, dan geeft het net een stukje extra emotie uh, bij spelers. Dat je toch net die 10% nog wel kan brengen om je doelstelling te bereiken. En uh, ja, wat dat betreft, uh, ik zie ze graag uh, ook in assen aankomen zaterdag. Ik heb het er wel eens eerder over gehad als manager. Uh, analyseer jij jezelf natuurlijk ook uh, altijd wel. Uh, na elke wedstrijd neem ik aan. En dan denk je wel eens van, oh, op dat moment had ik misschien niet uh, had ik misschien iets positievere feedback moeten geven. Of heeft het wel zin om dan op dat moment uh, uh, negatieve feedback te. Ik neem aan dat je dat doet. Ja, weet je Piet, we zitten hier niet bij een kinderdagverblijf. Hè? Dus het hoeft hier allemaal niet, uh, ja, weet ik veel, met een teddybeer erbij en dat soort zaken. Kijk, ze, ze zorgen ervoor dat ik af en toe uit mijn plaat ga. Kijk, en als ze gewoon hun werk doen, dan gebeurt dat gewoon niet. En je hoort me heel lang niet. Alleen als ze me uit gaan dagen, hoor je me wel. En uh, nou, blijkbaar hadden ze daar even plezier in. Sorry voor die vraag. Ik heb in het onderwijs gezeten, Bert. Hè? Dat kun je wel horen. Ja, nee, dat is ook hartstikke goed, Piet. Hè? Maar toen was alles anders. Hè? Toen sloeg je ook nog met een houtje op iemand zijn handen. En dat, dat kan ik weer net niet doen. Dus uiteindelijk uh, ben ik zelf ook het slachtoffer geworden. Want, oh jongens, nog eens aan toe. Zo hard dat ze sloegen. Ja, ook voor je gezicht zo te zien, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, Bert, uh, aanstaande zaterdag. Uh, ACV. Jij uh, zei na de wedstrijd tegen ACV, tegen Fred uh, de Boer, van... Uh, uh, maak je geen zorgen, jullie komen echt wel weer uh, terug. Hier uh, werden ze eigenlijk weggespeeld. De stand was uiteindelijk 2-0. Maar dat had wel 6-0 moeten zijn, eigenlijk. Maar... Um, ja, ze, ze, ze hebben nog een strohalmpje. Ja, maar je moet ook eerlijk zijn naar ACV toe. Die hebben Sabe Hendricks niet meer, Pascal Huzer niet, uh, Marcel Saipe zit er niet bij. Ze hebben nogal wat tikken gehad. Ook een keeper was een poos uit de relatie. En dan is het voor ACV, net gepromoveerd, best lastig om dan weer uh, op het niveau te komen wat je gewend bent. En uh, ACV is normaal gesproken echt wel een ploeg die groeit in het seizoen. Dan hebben het nu gewoon wat zwaarder. Uh, maar goed, aan de andere kant, het maakt ze in thuiswedstrijden altijd extra gevaarlijk, omdat ze dan altijd meer weten te brengen dan uh, in uitduels. Heb je al een contract met de, de trainers van uh, Capelle en uh, Scheveningen? Een contract? Uh, nee, een contact. Ook oh, contact? Uh, nee, nee, dat heeft totaal geen nut. Uh, ja, het is het Riedeltje van vorige week. Je moet eerst zelf je werk doen. En uh, ja, hopen dat je collega, trainers en teams uh, in staat zijn om uh, op die velden het goede te doen. Maar uh, ja, nogmaals, uh, als je het thuis wel tegen VVG of voor iedereen interessant wil maken, dan, uh, dan zul je dus zaterdag in Assen moeten winnen. Je gaat uh, op uh, gewoon natuurgras uh, trainen in bed. Ja, we gaan de groep zo goed mogelijk voorbereiden op het gras van ASV Assen. Dus dat betekent ja, drie keer in de week trainen op veld drie. Heel veel succes daarmee. Dank je wel Piet.